Dat is wel erg, man. Dat is erge shit. Yo mensen, vet dat jullie weer kijken naar Split Splint, een nieuwe video op PritTV. En vandaag ga ik dus de mensen bekendmaken die dus de Cast of Fame hebben. Ik ga er weer verder mee. Dus als jij nou op de Cast of Fame wil, kan je dat zeker doen natuurlijk. Ik had een ideetje. Als ik dit een soort van scherp stel. Oké, klik nu allemaal even op het beeld. En dan zie je of jij op de Cast of Fame staat. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik hoop dat je geklikt hebt, want dan kan je een beetje zien wat voor namen er allemaal staan. Maar ik ga straks naar Martijn toe. En Martijn is op mij aan het wachten. Ik dacht, ik moet eerst dit filmen. Ik ga nu naar buiten. Hartstikke lekker. En ik ga nieuwe aflevering sowieso. Leuk mensen. Doe een duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer na de intro. Nou, ik was dus naar Martijn toe en Martijn die moest een soort van verhaal vertellen over Max Gaming en al. En ik vond het super saai. Ik dacht, what the fuck, wat doe ik hier, serieus? Martijn toe? Alles volgens. Yo, hoe gaat-ie? Vertel, dat verhaal van Max. En hoe weet jij dat dan? Ja, dat was je er niet al voor. Nee. Dat, Nee. Nou, Max praat alleen maar poep in zijn video's over die kutspellen van hem. Ja. Godverdomme. Denk, jezus Max, hou je bek gewoon. Ga over iets leuks praten, weet je wel. Deze scène wordt helemaal niks van. Nee. Oké. Ik vind het gewoon lekker om een rondje te lopen. Als ik een rondje wil lopen, dan doe ik dat gewoon. Maar iedereen loopt te zeiken van, ja, je mag geen rondje lopen, dit, dat. Ah joh, weet je, zij zijn lui, zij lopen nog niet eens. Dus vandaar. Nou mensen, ik heb er net een rondje gedaan. En Valerio is ook in de building, zeker. Valerio was er net, geloof ik. Jongens. En Martijn. Ja, kijk, wat is een beetje irritant, want Arthur gaat altijd zo'n kut rondje lopen. Altijd gaat hij een rondje lopen. Ja, en ja, dat... Nou, dat vind ik een beetje irritant. Even waarom volgens mij vind je dat ook irritant? Want dan sleept hij altijd... Net. Dan sleept hij... Nee, maar als hij een rondje loopt, sleept hij altijd iemand mee. Ja. En vervolgens zijn ze gewoon een uur weg. Ik vind het echt... Als je meeloopt is het wat chill. En soms is hij gewoon naar huis gegaan ondertussen. En dan ga je bellen of zo en dan denk je, waar is... Of hij loopt in zijn eentje naar werk om. Dat is gewoon echt ordinair of zo. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon super ordinair. En nee, ik hou er niet van. Zeker niet. Nee. Nou mensen, ik ben thuis en ik kom aan. En dan zitten de boys, zitten we al fucking op de bank gewoon. Zonder zijn schoenen. Even hier op de mat te schuiven, weet je wel. Snap wat ik bedoel? Zo dit. Dat doen ze nog niet eens. Ja, nee, ik ben boos op jou. Vooral op Martijn. Hoezo? Nou, gewoon. En jij, Valerio? Jij? Ja, ik heb schoenen. Je hebt, zie je? Ik ben even aan het vertellen over dat. Maar jij zegt ja. Nee. Nou, uiterlijk 5 minuten. Ja. Nou, jezus zeg. Nou, nog nou weet ik het. Nou weet ik hoe jullie... Nog aan het vloggen is, maar... Nou weet ik hoe jullie zijn, jongens. Nou weet ik hoe jullie zijn. Zo kan je niet zijn. Zo kan je echt niet zijn, toch? Nee, zo kan je niet zijn. Nee, inderdaad. Nou, dan weet ik ook een beetje hoe de mensen in elkaar zitten hier. Ja, de vriendengroep. Jong, hij is ook... En ik loop daar naar binnen en ik zie opeens Martijn niet meer. Ik denk, what the fuck, waar is Martijn nou gebleven? En opeens komen er van die werknemers aan en die zeggen van, yo, doe de camera uit. Dus vandaar dat stukje, dat droge stukje. We gaan drinken aan. Ja. Maar we weten nog eigenlijk niet wat. Kut, sorry. Dat is echt een hel, man. Maar we gaan even kijken wat er... €2. €2, dus dan kunnen we drinken vanavond. Dat is fijn. Dus gaan we even kijken. Wat gaan we nemen dan? Waar is Martijn? Daan en Bas gaan opeens vechten. Ik dacht, what the fuck? Serieus? Ze gaan vechten om fucking... Ik weet niet wat er was, maar ik dacht, ik ga gewoon met Daan een beetje lopen. Dat is beter dan dat ze blijven doorvechten natuurlijk. Met Bas gevochten, toch? Ja, ik had het gezien, man. Oh. Dat is wel erg, man. Dat is erge shit. Maar waarom deed je dat eigenlijk? Ja, jij deed een beetje raar, toch? Dus ja. Kan gewoon zo... niet nadenken, gewoon doen, toch? Gewoon zetten. Ai, ai. Maar hij wou even afkoelen, weet je. Hij is een beetje... Nog een beetje boos toch? Maar mensen, dan zo zie je maar weer, weet je. Je kan niet altijd met iemand goed te vriend zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus vandaar man. Maar ik zie jullie weer straks. Later. Ja, ik stond voor de dichte deur. Ik dacht, what the fuck, waarom sta ik voor een dichte deur?
Maar ja, weet je, dat ik begreep helemaal niks van. Ik ben hier al een tijdje. Ik heb een hele mensen die chillen altijd. En dan zie je altijd van die troep. Nou, dat is bij mij ook zo, geloof ik. En ik sta al een tijdje voor de deur. Super kut, weet je. Echt super kut. Want ja, dat is gewoon rot. Ik heb trouwens mijn oortjes heb ik uitstaan. Maar niet dat ik muziek luister en praat. Want ik praat tegen jullie. Maar mensen, ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat ik heel de tijd ga wachten. Totdat eindelijk, tot ik eindelijk naar binnen kan, weet je. Ik kwam aan natuurlijk en het was heerlijk weer. Ik was gewoon aan het genieten en ik dacht, ik maak gewoon een shortje van dat ik aan het genieten ben. Dus vandaar dat shortje. Nou mensen, ik moet wel zeggen, het is wel echt gewoon lekker weer ook gewoon. Moet je kijken. Ja, nu is het minder. Net was het lekkerder. Ik was dat kaartje vergeten van de camera. En ik dacht, shit, die moet ik snel halen, want straks gaat het weer weg. Nou, eerlijk. Wel mooi weer, toch? Waar ik nu naartoe ga is een belangrijke plek. Daar is dus de video van de politieagent opgenomen. Dat ze achter ons aangingen. En het heeft gewoon een mooie waarde voor mij. Want daar is het eigenlijk een soort van begonnen, weet je. Wee-o. Super grappig, jongens. Ik ben nu in de lift. En ik ga naar de plek waar eigenlijk al die views zijn gestegen. Bij de politie achteraan rennen. Weet je wel dat we weg moesten gaan? Dit is de garage waar ik dus gefilmd heb. Met Lucas en Martijn. Dit is het, jongens. What the fuck? Hier zat ik toen. En hier renden we zo weg. Echt insane, mensen. Weet je wat het grappig is? Weet je waarom ik het mooiste vind om naar die plek te gaan? Dat is omdat ik hier begon al die views. Hier steeg het. Bij deze video die hier was, daar was het begonnen, jongens. Daar kreeg ik opeens views en abonnees erbij. Ik ga weer weg. Ik zie daar zo'n trap, maar ik ga die niet pakken, jongens. Ik ga even rustig doen. Want als ik allemaal dingen flik, dan... Maar ik ga naar binnen weer en ik ga weer naar beneden. Vorige keer was ik zo dom bij koffie maken. Het was zeg maar zo dat ik de 2 kopjes indrukte en ik dacht, shit. Heel mijn beker helemaal vol met koffie. Wat de fuck is er aan de hand, weet je? Jullie weten het wel, Arthur drinkt natuurlijk koffie. Dus dan ga ik natuurlijk koffie maken, dat begrijp je natuurlijk wel. Ik moet kiezen en ik neem deze. Vorige keer had ik die gedaan. Ja, maar die dan stroomt het over in dat bekertje. Dat is niet handig, dus ik moet deze doen. Yes. En dan is de koffie klaar. Shit. Ik was in de ochtend was ik te laat en dat komt allemaal door de bussen en ik ben best wel sloom als ik uit mijn bed moet gaan, want dan ik heb geen goede opstartproblemen, weet je. Nou, dat bedoel ik, dus het is gewoon rommelig en dan... Yo mensen, ik sta nu bij de bushalte sowieso en ik ga naar Rotterdam toe. Superleuk natuurlijk en ik moet nog 12 minuten wachten, weet je. Ik kan daar gewoon echt niet tegen dat gewoon die tijd, dat zo sloom gaat en shit. Maar ja, weet je, het is ochtend, weet je, en dan ben je een beetje moe en dan gaat alles sloom, weet je. Maar mensen, hoe heet dat? Het is zeg maar zo dat ik nog 12 minuten moet wachten. Dus dan ga ik wachten. Het is echt zwaar kloten. Maar ja, dat moet ook gebeuren, weet je, in het leven, wachten. Dus vandaar. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En reageer een leuke reactie. Wat de volgende keer, wat ik dan misschien moet doen van jullie. Of weet je, doe dat gewoon. En klik op dat belletje. En dan zie ik jullie weer later.